treffers tot nu toe in 14 thuiswedstrijden. 14 punten bij elkaar gevoetbald. Katwijk in 14 uitwedstrijden 33 punten bij elkaar gespeeld. Echt een gigantisch aantal. Geen buitenspel. Goeie running Kiebel. Eerste mogelijkheid voor de treffers. Suzanne Sanchez. Mengering kijkt even achterom, want hij dacht dat zijn maatje voorin buitenspel liep. Dat is niet het geval. Deze aanval is perfect. En alleen de afronding ontbreekt. En deze wordt ingekopt bij de eerste paal door Verstegen. Maar gaat er niet in. Het is wel de tweede mogelijkheid voor de treffers na dat schot aan het begin van de wedstrijd van Maarsdorf. Ja, hij zei het van den Berg, logisch. Vorige week toch maar even naar de buren in Noordwijkerhout gegaan om de treffers aan het werk te zien tegen VVSB. En hier komt de goal voor de treffers, wilde ik zeggen. Maar die bal die wordt er niet ingegleden. Wat een mogelijkheid. Maar Verstegen krijgt er net niet zijn voet tegenaan. Daar ontsnapt Katwijk aan de achterstand. Hier kan hij niet bij. Nu zit hij er wel in. En komt de treffers op een 1-0 voorsprong. En Joris Jansen is de man die je maakt. Alles bevindt zich voornamelijk bij de eerste paal. En hij staat toch behoorlijk vrij om in te koppen. Wouters. Verstegen. En de buitenkant van de paal. En bijna staat de treffers op 2-0. Indraaiende hoekschop van de treffers. Bal voorbij de tweede paal. Het is 2-0. En het is weer Joris Jansen die hem maakt. Iedereen concentreert zich op de lengte van met name Balkenstein. Maar kijk eens hoe vrij Jansen staat. En die knikt die bal eigenlijk onbedreigd in. Dit is bijna een goal voor Katwijk via Suzon. De knie van Cornelis brengt redding. En dan wint de treffers van koploper Katwijk. En gaat Katwijk ondanks deze nederlaag nog steeds onbedreigd royaal aan kop in de tweede divisie.